Dennis Rommedaal, een uitstervend ras? Ja, iemand die... hij voetbalt nu niet, maar iemand die op deze leeftijd nog de begeistering heeft om te blijven spelen. Dat is wel een uitstervend ras, denk ik. En inderdaad, wat jij zegt, een prachtig cv. Ja. Ja, want Dennis, een prachtige carrière achter de rug. Maar je wil nog meer bij RKC Waalwijk. Waar gaat het tot nu toe mis met je? Ja, dat ik niet kan voetballen. Wekens last van mijn Achilles pees. Eigenlijk sinds de voorbereiding. Voorbereiding denk ik dat ik heb twee keer een kwartiertje meegemaakt. Twee oefenwedstrijden. Eén tegen Ajax en één tegen de Graafschap. En sinds 10 kan ik eigenlijk niks meer. Nee, en is er zicht op beter? Ja, ik hoop het. Ik ben van alles en ook wat aan het proberen om het beter te maken. Maar ja, tot nu toe heb ik niet echt de kuur gevonden om het te laten herstellen. Ik ben nu iets nieuws aan het proberen, voor mezelf ook. En dan moet ik even de tijd gunnen, net als met die andere dingen wat ik heb gedaan. Maar ik hoop dat dit wel helpt. Ja, dat is vooral hopen, want je zei net nogal overtuigend ja toen ik vroeg of je dit jaar nog op het voetbalveld te zien. Ja. Maar het is dus vooral afwachten. Ja, maar dit jaar is nog lang, maar ik heb goede hoop dat dit misschien wel helpt, ja. Ja, nou ben je niet meer de jongste, 35 jaar. Ben je bang dat het misschien einde carrière kan zijn? Nee, dat niet. Nee. Nee, ik ben... Dit is nog overtuigender dan die jaar. Ja, nee, dus. Maar ja, ik dit is, anders had ik ook niet voor 2 jaar getekend bij RKC. Omdat daar hebben we een gesprek over gehad destijds toen we de contractonderhandeling gehad. Van ja, ik voel nog dat er heel veel in me zit. Ik ben nog fit. Ik heb nog een goede lichaam, weinig blessures gehad in mijn carrière. Dus ik ben niet bang dat het over is. Nee. Ja.